Goed, anyway. Wat heb ik veranderd? Ik heb alle bomen hier nu veranderd. Zo een stukje beter uit. Hier wat boompjes bij geplaatst ondertussen. Wat contexture een beetje aangebracht. Hier ook wel wat bomen gedaan. Ik heb dit helemaal vervangen. Deel van de bovenleiding heb ik vervangen. Al deze wissels die hier zitten, moet ik allemaal opnieuw gaan leggen. Bedding heb ik opnieuw gedaan, bosjes bij geplaatst. Wat heb ik nog meer gedaan? Dit tilt hier. Ik weet dat het hier lekt, dat weet ik. Maar dat komt in combinatie met de stream. En een beetje de treinen. En nog wat wegen hier gemaakt. Ik zal hem trouwens ook eens even op deze stand zetten. Ik weet niet wat minder was. En mijn XXXXXXL turbo's. Nog wat huisjes ondertussen bijgeplaatst. Een bushalte moet het gewoon worden. Wat dijken ondertussen bijgeplaatst. De meeste moeite had ik met deze gedeelte. Maar dat is ondertussen ook goed gekomen. Ondertussen aan deze kant toegebouwd. Ruggetje alvast neergelegd. Dit is 1 assist. Wij denken dat het meerdere zijn, maar het is er maar 1. Dan heb ik aan deze kant heb ik hem ook alvast doorgetrokken. Dit is trouwens een van de weinige elektrische wissels al. Dan zit hier nog een indicatie in. De bordjes die worden daar vervangen door andere bordjes. Daar, op die plek komt een nummer te staan. Als er ooit problemen zijn met die met wissels of iets dergelijks. Dan hoef je alleen maar dat nummer door te geven en dan kan ik in mijn database kan ik zoeken welke wissel dit is. Maar hier komt een ander bord, er komt een Coax wisselteller in te zitten. In te liggen. En ik leg ze er expres in de rijrichting. Dan valt het ook minder op. Nou goed, anyway. Daar ben ik mee bezig geweest. En ik kan zeggen, het ziet er ook best behoorlijk al beter uit. Als ik dan een beetje terug ga naar Lier, of Lier vanuit Lier, komen we hier in ik ben even deze naam nog steeds kwijt welke dit is. Hier is niet super veel meer aan veranderd sinds de laatste foto's die ik heb geplaatst. Of eigenlijk helemaal niks meer. Ik moet alleen nog een keer mijn stationmarkers plaatsen. Nee, die zijn er al. En een beetje afwerken nog. Nou goed, hier heb ik niks bijzonders aan gedaan. Hierentegen, deze wissels moet ik ook nog vervangen, maar dat lijkt me allemaal niet zo'n probleem. Nog wat bomen bijgeplaatst de afgelopen periode. Een beetje naar wat het ook moet zijn. Het sportveld heb ik nog laatst al wel gezien. Een paar dingen zijn jullie waarschijnlijk al via foto's al gezien. Al een keer in de stream. Maar dat is even een totale highlight. Hier heb ik ook wat dingetjes veranderd alweer. Hier moeten ondertussen nog wat huisjes bij gaan komen, maar zover was ik nog niet. Tunnel heb ik ook veranderd. Daar heb ik eigenlijk dankzij het koploper Mouw deze tip eigenlijk een beetje nagekeken. Dat je die tunnel effecten ook op die manier kan gebruiken. Alleen nadeel is dat je alleen zie ik nou de gras erin komt. Okay, dat is een probleem voor later. Ook zie je hier een pad lopen, twee stuks. Eentje vanaf hier naar die kant toe. En eentje van hier naar die kant. Daar heeft vroeger in het echt een spoor gelegen. Vandaar dat het nog een beetje overeenkomt. Tegenwoordig is dat gewoon een fietspad of een voetpad geworden. Maar goed, anyway. Ja, en van de rest, ja, deze wissels moet ik ook allemaal nog gaan vervangen. Dat zou in principe niet zo'n grote ramp zijn. Deze wissels moet ik allemaal nog vervangen. Deze is in principe nog allemaal goed te doen, daar ben ik blij mee. Want dat wou ik sowieso aanpassen, dit stuk hier ook. Dus dat is niet zo'n ramp. Deze twee maak ik me meer zorgen over. En die ene. Deze wissels moet ik vervangen. Maar dat is niet zo'n ramp, want dat stond een beetje in planning.
Ja, op dit punt heb je altijd een freezing frame. Ik weet niet waarom. Geen flauw idee. Dit wordt allemaal vernieuwd. Deze wisselpartij is al goed. Daar hoef ik niks meer aan te doen. Daar ben ik blij mee. Maar alles wat hier zit. Heel deze wisselstelling, inclusief alles wat eronder zit, moet opnieuw gemaakt worden. Is zuur. Ik stel dat voorlopig even een tijdje uit. Is dan zo centraal toch nog niet inkomen. Dus ik laat dat eventjes voorlopig op een zijspoor staan. Letterlijk op een zijspoor. En ik ga me voorlopig hoofdzakelijk even concentreren op het reorganiseren van de wissels op deze partij. En dus daar gaan we voorlopig mee aan de gang. Dus ja, dat is het wel een beetje zo. Dat zijn de grootste wijzigingen die er zijn geweest. Ik kon hier nog wel andere vliegtuigjes bij zetten. En ja, dit was even een kleine highlight van wat ik er nu toe aan het maken ben. En in ieder geval, deze is in ieder geval de highlight. Even kijken, hey Breeklichtje, leuk dat je er bent in de stream. Ik ga een nieuwe PC bestellen. Oh, oké. Okay. AMD, niet verkeerd. De FX 34 4 GHz, boost modus tot 4.2. Oké. Okay. GigaLAN, ja, de standaard. Een RAID is tegenwoordig ook standaard. SoundSense en ATX, Realtek is tegenwoordig ook standaard. Asus ROG, oké, okay, dat is best goed. Ben op Skype, op dit moment niet beschikbaar. Maar 8 GB memory. Ik zou er toch 16 van gaan maken. Ik zou er echt geen 8 GB in krijgen, daar krijg je spijt van. Als je een beetje een ik zou persoonlijk iets meer. Ja, ik kan 64 in, maar ik zou 16 mee beginnen. Staat zo'n request aan? Nee, die staat niet aan. Nee, ik zou echt voor 16 gig kiezen. Voor de rest ziet het er wel gewoon goed uit. Eens even kijken naar wat de motherboard is. Ja, maar 8 gig op 400 megahertz. Ja, maar de megahertz, dat zegt niks. Kijk, ook al weet je wat het is, ik heb 1600 MHz geheugen in zitten, maar hij draait maar op 1300. Dus ja, daar heb ik uiteindelijk nog niet veel aan. Nou, leuk moederbordje in ieder geval, ziet er goed uit. Leuke kleurencombinatie. Wat wel vet is, ik kan in ieder geval dubbele videokaart in. Wat voor videokaart ga je er trouwens in douwen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Externe SATA aansluiting, 4 USB 3. Nou, dat is wel lekker. Ook een optical uit, dat is ook wel lekker. 5 SATA aansluitingen. Dat is niet verkeerd. Oh, dat is wel apart. Dat is heel apart. Dat je een apart modulaire aansluiting hebt, dat vind ik wel heel apart. Hou rekening mee dat je een juiste voeding bij koopt, want ik zie nou al dat je anders daar problemen mee gaat krijgen. Niet alle voedingen werken op deze, zie ik al. De 5 SATA. Niet verkeerd. Boost modus, oké. Okay. Er kan trouwens een
Je hebt ook een M2 slot, dat is wel positief. Als je een M2 slot hebt, dan kan je een onboard flash onboard SSD bouwen. Dat vind ik wel positief. Ja, maar die is ook, ook Gaming Edition. Oké. Nou ja, weet je wat het is? Je moet echt kijken naar de juiste type voeding die erbij past, want niet alles werkt. Die Nano, de Songrekker, staat niet aan. Want niet, niet, dat is echt een best wel een vergissing waar heel veel mensen maar een fouten maken. Niet alle voedingen werken met alle moederbodem. Dat is al 71 euro. Ja. Oké. Nee, precies. Ja, het belangrijkste wat je moet kijken is dat de voeding bij de moederbord past. Een goede videokaart ligt aan wat je gaat spelen. Als je alleen maar League of Legends gaat spelen, dan is een standaard videokaartje meer als zat. Ik zou wel adviseren om te kijken naar. Als je anders speelt, ga ik kijken naar minimaal 1 of 2 gig. Ja, in geheugen zou ik dus minimaal 8, toch wel minimaal 16 gig aanraden. Ja, dat is het wel zo een beetje. Ja, dat zegt me dan wel niet zoveel. Ik ben zelf niet zo super meer met gaming bezig, dus daar durf ik dan niet veel want, of met mijn gaming met PC building bezig. Ja, modulaire kabels, dan moet je sowieso. Maar je moet ook rekening houden dat je wel ook een voeding hebt met de Modelex aansluiting. Oh, dat is wel goed. Als het een C6 en een C7 is, dan kan je bijna alles wel wat doen. Dat is wel top. Ja, dat zegt me dan even weer niks. Dat staat op de doos. Oh ja, oké. Nou goed. Hoe laat is het? Het is 9 over 12. Ik ga denk dat ik nog van dit stukje ga ik even een highlight maken. Van de bouw, die ga ik even op mijn forum plaatsen. Op treinpunt. En dat was het eigenlijk voor vandaag, jongens. Ik ga in ieder geval de stream stoppen. Helaas is het wel korter geweest omdat ik in het begin wat problemen had. Morgen zou het waarschijnlijk maar gewoon tot 9:30 zijn. In verband met dat Matt waarschijnlijk morgen gaat streamen. Als die morgen nog niet is, dan ga ik gewoon weer langer streamen. En we zullen het in ieder geval gaan zien. Ik ben nog wel in de chat aanwezig dadelijk, dus als je nog vragen hebt, laat het gerust weten. Ik zal ondertussen kijken of er nog mensen zijn die ik kan hosten. Nee, op dit moment helaas niet. Dus dat is jammer. Dan ja, ga ik in ieder geval de stream stoppen. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. En wat zou ik zeggen? Goeienacht nog en tot morgen. Adio.